Goed, en bij mij in de studio, Annick de Ridder van NVA, komt er nu een vrouwenrijschool of komt ze er niet? Wat ons betreft niet. Dus we zijn heel duidelijk daarin en de minister heeft dat daar straks ook bevestigd. Een rijschool die zich puur en alleen int of richt op vrouwen en dus daarbij de mannen discrimineert, hoort niet thuis in ons Vlaanderen. Er is dus nog geen vergunning afgeleverd? Er is nog geen vergunning of geen erkenning afgeleverd. Ik heb ook samen met u vastgesteld dat de indiensters of de initiatiefnemsters daarover eigenlijk gelogen hebben, want zij zeggen in de kranten van we hebben de vergunning op zak en dat is niet het geval. Maar het zou wel aangekondigd staan in het Staatsblad als zijnde een vrouwenrijschool. Ja, dat is natuurlijk een andere zaak. Hè. Dus wat er in het Staatsblad stond, dat is de oprichting van de vernootschap. En iedereen in dit land is vrij om een vernootschap al dan niet op te richten en de naam eraan te geven die hij wil. En daar stond effectief in de oprichtingsakte vrouwenrijschool. Nu heeft de minister vandaag uitdrukkelijk bevestigd, als de aanvraag blijft dat men een vrouwenrijschool wil oprichten, dan kan dat niet. Ja, maar ze hebben wel te kennen gegeven dat ze open zullen staan voor mannen. Ja, maar samen toe daar toch twijfels bij te hebben. Dus het zijn eigenlijk twee zaken die nu voorliggen. Hè. Ten eerste, het dossier is ingediend op Vlaams niveau. Er zal al dan niet een vergunning of een erkenning volgen. Als zij, dat is de eerste mogelijkheid, blijven volhouden van enkel voor vrouwen of ze noemen zich vrouwenrijschool, dan komt dat ding er niet. Moesten zij plots zeggen, ja, een algemene Antwerpse rijschool voor iedereen en ook zeggen dat zij in de feite afstappen van die vrouwenrijschool en openstaan voor mannen en vrouwen, dan kan je eigenlijk die vergunning niet weigeren. Dan moet je die ook toekennen. Maar, en dat heeft de minister daar straks ook duidelijk gemaakt, dan zal er heel streng gecontroleerd worden. Want laat staan we toch toe lichte twijfels te hebben bij dergelijke verklaringen. Het lijkt me raar dat men plots zou zeggen van kijk, we staan voor iedereen open. Ja, maar alleszins, er is vraag naar. In Nederland bestaan zo'n rijscholen al. Die initiatiefneemsters hebben daar rijscholen opgericht op verschillende plaatsen. Wat is er eigenlijk op tegen? Ja, ik betwijfel of daar vraag naar is. En als daar vraag naar is, dan wil ik aan de mensen die daar zogezegd een vragende partij voor zijn, duidelijk maken dat die niet thuis hoort binnen onze samenleving. Ja, hetzelfde... Maar bent u dan tegen vrijheid? Want bijvoorbeeld zijn ook vrouwen die voor een vrouwelijke huisarts kiezen. Dus iets totaal anders. Maar ja, misschien maar, zijn er ook vrouwen die zeggen van oké, een vrouwelijke rijinstructeur, daar mag voel ik mij beter bij. De parallel doortrekken naar wat de Islampartij in Brussel heeft voorgesteld. Ze zegt van ja, kijk, vrouwen voelen zich wat onveilig op de bus. Dus in het voordeel van de vrouwen gaan we ervoor pleiten dat ze apart op bussen zitten. En mannen ook apart. Dat is een Vlaanderen dat ik niet wil. Je kan uiteraard in de keuze van een arts ervoor kiezen om bij de ene of de andere... ik ben altijd bij, concreet voorbeeld, een mannelijke gynaecoloog geweest. Geen probleem voor mij. Als je dat als vrouw niet wil, dan ga je naar een vrouwelijke gynaecoloog. Geen probleem. Als je natuurlijk op spoed terechtkomt in een ziekenhuis, dan heb je die keuze niet. Hè. Dan word je behandeld door de arts die daarvan wacht. Is op dat moment. Maar ik dacht dat hier de argumenten niet waar, veiligheid, maar zich comfortabel voelen. Nee, hier is het argument wat wij in Vlaanderen in de decreetgeving hebben. Dat is bij het aanbieden van openbare diensten of goederen, publiek, dat je niet mag discrimineren naar geslacht, naar afkomst, naar seksuele voorkeur. Als je afwijkt en je gaat toch een discriminatie of een aparte behandeling toelaten, dan moet je daar heel goede reden voor hebben. Zich comfortabeler voelen is echt geen goede reden. En als ik eventjes mag verwijzen naar een citaat, dus de dames, ik heb het daar net ook in het parlement gebruikt, de dames die zeggen, kijk, uit een enquête bleek dat veel vrouwen zich ongemakkelijk voelen, ze worden wat onzeker, met een andere vrouw voelen ze zich beter. En ik heb dat eens vervangen door een ander goed bekend voorbeeld. Stel je voor dat men zou zeggen, uit een enquête voor de Belgische markt bleek dat veel blanken zich ongemakkelijk voelen met een niet-blanke begeleider. Ze worden dan wat onzeker en verlegen. Met een andere blanke naast zich presteren ze beter. En we kunnen dan verder gaan. We hebben niks tegen niet-blanken. Ja. Ze zijn welkom bij ons informatie op te halen voor een blanke buur, en wat vriend. Is uw punt precies? Want dat zien we natuurlijk ook al in de uitzending. Ja, dat men niet discrimineert. Als men dit zou zeggen, dan zou het kot te klein zijn. En terecht, hè, wij discrimineren niet op basis van afkomst. En hoe gaat u dan de controles uitvoeren? Gaat u dan de rijscholen afdweilen of moeten de rijscholen hun inschrijvingen bekendmaken van wie er les geeft en wie er les volgt? Die inspectie gebeurt al. Hè. Dus momenteel de rijscholen, we spreken natuurlijk over verkeersveiligheid. Zeer belangrijk aandachtspunt ook voor minister Wijs en voor deze regering. Dus daar wordt streng gecontroleerd. Daar zijn inspectiediensten actief.
die treden aangekondigd, maar ook niet aangekondigd aan. En die checken of dat men in orde is met het bijhouden van het aantal lesuren, of dat er correct gerapporteerd wordt, of dat er correct met de examens wordt omgegaan. De examens die worden afgenomen van bijvoorbeeld de theorie, ik zeg zomaar iets. En daarin zit uiteraard ook de toegang tot de verschillende rijinstructeurs, welke cliënteel men heeft. En men zal daar ook nadrukkelijk controleren op niet-discriminatie. Okay. En het spreekt voor zich als men daar vaststelt, na een jaar moest die rijschool opengaan, dat daar enkel maar vrouwelijke instructeurs aanwezig zijn en enkel vrouwelijke klanten over de vloer komen, dat er toch wel iets mis is en dat men bepaalde mannen zal weigeren. Oké, dat is duidelijk. Dankjewel, Annick de Ridder. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.